We hebben hier een unieke vondst in de kerk. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn we gestuurd op een interessant stuk muurwerk. Wat bestaat uit tufsteenbrokken met ijzeroer daarin verwerkt. En dat is muurwerk wat hoort bij de oudste kerk. En dat je dus nu daar een deel van ziet, ja, dat biedt dus perspectief en aanknopingspunten om te kijken van hoe zag die kerk er dan uit. We hebben aan beschrijvingen al geweten dat er een kerk onder deze kerk uit het jaar 1000... hebben we nu een stukje van gevonden. Dat is toch geweldig, dat er eerst al een kerk was en daarna de volgende gebouwen zijn gebouwd, zoals deze kerk die je nu ziet. En nu kunnen we eigenlijk op weg naar de toekomst. En het is zo leuk dat we juist vandaag ook deze fantastische knullen hier hebben, die alles wat hier is gebeurd hebben gefilmd. Jongens, jullie zijn hier bezig, hè? Om filmopnames te maken voor jouw vlog. Heel fijn dat je hier vandaag was. En niet alleen jij, maar ik hoop echt dat alle jongeren hier komen bij het Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. Midden in deze mooie stad Zwolle, het hart van de stad, iets bereiken voor jong en oud. Dat is wat we willen.